Ja, dat is inderdaad een wonderlijke vraag. Waarom heb ik dat gedaan? Een beetje narcistisch is het eigenlijk wel, hè? Een boek over jezelf schrijven. En als ik terugkijk, dan denk ik dat het toch ook iets te maken heeft met dat je op een gegeven moment in je leven ook terugkijkt naar waar kom je vandaan en hoe ben ik op dit punt aangekomen. Maar er speelde nog iets heel anders een rol. Ik vond het spannend om met een beetje afstand naar mijn eigen leven te kijken. En met een, ik noem het altijd een historische of een sociologische blik, mijn belevenissen in mijn jeugd te bezien. En me de vraag te stellen, in hoeverre is dat wat er nou gebeurt met mij en wat er gebeurd is met mij, te plaatsen in algemene ontwikkelingen van de jaren 70. Ja, verloren generatie, dat is een begrip waar je met een zekere nuance naar moet kijken. Vandaag de dag zullen maar weinig mensen uit mijn generatie zichzelf als verloren omschrijven. Dat zijn we ook niet. Sociologen zeggen dat in mijn generatie 60% van de mensen sociale stijgers zijn. Dus dat heeft met verloren zijn überhaupt niets te maken. Maar het begrip verloren generatie ontstond in de jaren dat wij tussen de 15 en de 25 jaar oud waren. Dat zijn de jaren waarin je persoonlijkheid gevormd wordt en jaren die generatiesociologen zogenaamde formatieve jaren noemen. Nou, in die periode, dat is rond het jaar 1980 geweest, ontstond dat begrip verloren generatie. En toen was er op de arbeidsmarkt en op de economische markt van alles aan de hand in Nederland en kon je eigenlijk zien dat een hele lange periode van hoogconjunctuur ten einde was gegaan en we ineens met massawerkloosheid, met jeugdwerkeloosheid en grote bezuinigingsplannen enzovoorts enzovoorts te maken kregen en we in een tijd aanbeland leken waarin het met het rijke bestaan van daarvoor voorbij was. En zo is die naam verloren generatie ontstaan. Het is ook een tijd geweest waarin we echt dachten dat de toekomst er heel slecht uit zou zien. Een begrip als doemdenken is toen ontstaan. Dat was in, iedereen sprak daarover. We waren aan doemdenken. En ja, we hadden het vertrouwen in de toekomst verloren. Daarom werden wij verloren generatie genoemd. Ja, verloren generatie. Ik heb dat net al een klein beetje genuanceerd. Dat is echt een momentopname geweest. Vandaag de dag zou je de generatie van de 15 tot 25-jarigen eigenlijk ook verloren kunnen noemen. Het is een begrip wat zo niet gebruikt wordt. Er zijn andere begrippen. Maar ook nu staan we natuurlijk op een punt waarop we met heel veel wantrouwen naar de toekomst kijken. Ik zelf kijk op dit moment zelfs nog met meer wantrouwen naar de toekomst dan dat ik het destijds heb gedaan. Rond 1980 kon je, hoewel de omstandigheden moeilijk en slecht waren, nog altijd het gevoel hebben dat je er zelf iets aan kon veranderen. Dat jij in staat zou zijn om je te ontworstelen aan de algemene ellende. Vandaag de dag geloof ik dat dat een beetje anders is. Klimaatproblematiek is van een zodanige aard dat niemand het gevoel kan hebben door zelf heel hard te werken of door heel erg goed zijn best te doen, dan toch nog aan de goede kant uit te komen. Dat zal zo niet zijn. De situatie is volgens mij ernstiger op dit moment en dat ook jonge generaties, ook de generatie van mijn eigen dochters, met heel veel, als gezegd, wantrouwen naar de toekomst kijken, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, ik denk dat je in de jaren 70 zie je een aantal ontwikkelingen, hè, die gaan van start. We hebben de ontzuiling. Ik ben katholiek opgegroeid, maar aan het einde was er van het katholicisme niet zo heel erg veel over. We hadden emancipatie. Voor het eerst werden man-vrouw verhoudingen ook bij ons in het gezin ter discussie gesteld. En er was daadwerkelijk zoiets gaande als individualisering. En mensen spraken over de me-decade of het ik-tijdperk. En het ging er vooral ook om dat je
op zoek ging naar wat je zelf wilde, naar eigen idealen, naar eigen doelstellingen. Hè? Dat je bezig was ja, jezelf te ontplooien. Natuurlijk streefde je naar individualiteit, maar je kunt tegelijkertijd zeggen dat iedereen dat deed. En ook wanneer je individualiteit vond, en iedereen deed dat op zijn eigen manier, deelden we dat natuurlijk met elkaar. Iedereen was op een bepaalde manier bezig individualiteit te vinden. En ik geloof ook dat daar wel een verschil in zat met de tijd die eraan vooraf ging. Toen waren mensen misschien eerder geneigd zich in collectieve verbanden te voegen, familie, gezin, maatschappij, misschien ook bepaalde groepen in de samenleving, bijvoorbeeld ook zo'n religieuze zuil waarin je thuis was. In de jaren 70 zie je dat heel veel van die contexten, dat je losgeweekt wordt van die contexten en dat mensen meer naar zichzelf op zoek gaan, meer naar individualiteit streven. Maar omdat we dat allemaal doen, is er ook in dat opzicht paradoxale wijze nauwelijks van individualiteit sprake. Ja, die generatiekloof was er natuurlijk in de jaren 70, vroege jaren 80. De ouder generatie dacht heel anders dan de generatie van de kinderen. Maar het was ook weer niet helemaal een starre generatiekloof. Want wij als kinderen waren in ontwikkeling, maar hetzelfde gold voor mijn ouders. Die waren ook in ontwikkeling als het ging om het geloof, als het ging om seksualiteit, als het ging om liefdesrelaties, als het ging om de vraag hoe vrij ze hun kinderen wilden laten. Dus er was aan alle kanten was beweging, maar het neemt niet weg dat we natuurlijk toch heftige discussies hadden tussen ouders aan de ene kant en kinderen aan de andere kant. En daarbij ook iedere keer moesten vaststellen dat wij als kinderen niet gelijk behandeld werden. De dochter werd op een andere manier bejegend dan de zoon. En dat maakte de situatie natuurlijk nog weer eens een keer extra moeilijk. Ook tussen mij en mijn zus was het daardoor niet altijd eenvoudig. Want het ging natuurlijk ook om de vraag naar loyaliteiten. En waarom kies je niet mijn kant? En ik moet ook echt zeggen dat dat in mijn persoonlijke ontwikkeling heus ook tijd geduurd heeft. Ik heb mij moeten ontwikkelen aan het ontworstelen aan het paternalisme waarmee ik opgegroeid ben. En het heeft ook zeker een tijd geduurd. En ik denk ook dat het een proces is wat misschien ook wel je hele leven duurt. Dat je heel lang bezig bent om te ontdekken wat je eigenlijk vindt. En dat wat je vindt ook in de loop van het lange leven dat je leidt verandert. Ik merk dat zelf ook in de omgang met mijn dochters. Daar is soms ook sprake van een generatieconflict. Denk ik heel anders dan mijn dochters dat doen. En ik merk tegelijkertijd dat je dan op dezelfde manier zoals destijds mijn ouders toch op zoek gaat met elkaar naar compromissen en op de een of andere manier een weg zoekt om met elkaar tot een soortement oplossing te komen. Het was helemaal niet zo eenvoudig om over jezelf te schrijven. En vooral ook niet omdat het een non-fictieboek is. Dat wat er in het boek staat is ook echt waar. En dat heb ik heel erg gemerkt bij het schrijven. Soms had ik me ook graag willen verschuilen achter fictie. Dat kon ik niet. Ik moest hier de waarheid vertellen. Dat heb ik ook gedaan. En daardoor had je soms het gevoel ook wel heel erg bloot te zijn. Ook heel erg veel bloot te geven van jezelf en soms ook misschien wel een beetje meer dan dat je op voorhand gewild zou hebben. Maar ik heb gemerkt dat het eigenlijk heel goed ging over jezelf te schrijven, zolang je bereid was ook een klein beetje afstand van jezelf te nemen, een klein beetje ook te lachen om jezelf en te denken van, goh, raar manneke ben ik geweest, raar ventje beschrijf ik daar eigenlijk. Iemand die ook gekke dingen doet. En dat moet je ook durven toe te geven en daarover moet je durven te lachen. Als je jezelf een beetje kunt ironiseren, maakt het een stuk makkelijker dan ook over jezelf te schrijven.